onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Laat ons dat samen gaan zingen, gemeente, Psalm 84, het eerste vers. Psalm 84, vers 1. Vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur opnieuw in Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met vers 35. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met vers 35. Toch vooraf doen wij in de gemeenschap met de kerk alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en wel met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij een antwoord daarop in Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 34. Doch vooraf spreken we ieder van u met ons in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, ziet ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die we samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Heere, getrouwe ontfermer in de hemel, wat ligt uw goedheid toch uitgespreid op al uw werken? Ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Geef ons daar een indruk van, een besef in ons jonge en ouder hart, ook in de lente, kostelijke zomerse dag, ons schenkt. Maar laat ons zien bij u vandaan, dat gij uzelf nog heerlijker, nog majesteitelijker openbaart in uw woord en door de prediking van dat woord. Want diezelfde dichter mag doorzingen, des Heeren wet nogthans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Heere, u ons ook aan de middag van deze dag hier samen vergaderd hebt rondom uw woord als de jongeren en ouderen, mag dan ook onze bede zijn, wat we vanmorgen gezongen hebben, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden, ook in deze dienst des woords, deze bijzondere dienst, die betrekking heeft op de dankzegging en de nabetrachting op het sacrament van het heilige avondmaal, dat in het midden der gemeente in het morgenuur mocht worden bediend. Hoe past het uw naam daarvoor, om er dank te zeggen, dat u daarmee doorgaat met die aanklevende bediening om te onderstrepen de waarachtigheid Gods in Christus Jezus, en dat voor onwaarachtigen in zichzelf. Heere, u weet hoe wij aangegaan zijn. Geef dat op goede grond geweest is. Enige rechtsgrond, Christus en dien gekruisigd, niks meer en niks minder. Als daar zegen gevallen is, hoe dan ook en bij wie dan ook, geef een hart om het op te merken, om er onderweg te smelten, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden, mag het verbonden genade vernieuwd worden,
trouwpenningen die aan uw bruid het uitgereikt met een voornemen des harten bij u en bij uw woord en bij uw dienst te blijven, om door de oefeningen des geloofs, gaande door de woestijn van het leven, hoe langer hoe meer te sterven aan onszelf, de zonde en de wereld, hoe langer hoe meer ons leven buiten onszelf in hem te zoeken, nou te vinden, hij die de dood verslonden heeft tot overwinning, en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods, en die nog altijd leeft om door zijn kerk te bidden, Heere, bedien uw kinderen uit die volheid die in Christus Jezus, versier ze met de kinderlijke vrezen des Heren, om in woord en daad, in handel en in wandel, doorzichtig te zijn tot op u de Heer Jezus Christus. Een zout en zout, en een licht en licht, terwijl een krom en verdraaid geslacht, opdat anderen, waar we morgen en overmorgen mee omgaan, op het werk, de scholen, moed zouden scheppen uit onze behoudenis, dat ze dan alles aan ons kunnen merken, die mensen zijn bij de Heer Jezus geweest. Die hebben iets wat ik niet heb. Heere, verheerlijk zo uw naam. De zegen is nog niet gekoppeld aan het moment dat uw kind aan tafel zit. Het kan wel, kan van tevoren, kan ik in de nabetrachting nog openvallen. Schenk ons dat, Heere, als het voor onze beleving wat stil geweest is. Zoudt u dan in de nabetrachting het nog zo willen openen, dat we mogen ervaren, het is de Heere. Toch heeft die naam me willen omzien. Geef dat we zo gekomen zijn, zegt tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. En als we op verkeerde grond zijn aangekomen, op zandgrond, ontdek er ons tijdig aan, opdat we in het heden der genade alle gronden en grondjes buiten Christus schade en drek weer achter, door de Heilige Geest gezet te worden. Op hem die de rotssteen Israëls is. Heer, u weet ook hoe we afgebleven zijn. Het kan ook heel verschillend liggen. Koud, kil, op het onverschillige aan. Het is toch niks voor mij. Heere, schenk ons een beschamende zegen. Doe ons ervaren, als wij niet op goede grond aan de dicht des verbonds kunnen komen, kunnen we vanmiddag en vanavond ook niet op goede grond sterven. Bind dat zo door uw liefde en genade op onze harten, dat het ons levend maakt en uitdrijft uit onszelf naar u, de Heer Jezus Christus. Om nergens in te kunnen rusten dan alleen we geborgen zijn als een vermoeide en een beladene in zijn borg gerechtigheid, die alleen redt van de eeuwige dood. Ze zou kunnen zijn, Heere, dat er jongeren en ouderen afgebleven zijn met heel veel strijd en aanvechting, omdat het niet helder was of ze waarachtig zaligmakend ontdekt zijn geworden aan een schuld, aan een zonde, aan hun verlorenheid, omdat het niet helder ligt. Of ze waarachtig in Christus geloven. Heere, als er zulke tobbers zijn, die met pijn, met verdriet zijn achtergebleven, die ook geen rust hebben in het niet aangaan, die zeggen, Heere, hoe ben ik dus, hoe ben ik al zo? Ach, Heere, trek eens door. Snijd ze eens totaal en radicaal af van alles wat van hun is. Kan zijn dat ze nog te veel naar zichzelf kijken. Heb ik dit voldoende? Heb ik dat voldoende? Is er zus en is er zo? En heimelijk, ach, nou als anders gesteld zou zijn, dan, Heere, het is in wezen, hoe begrijpelijk ook, gebrek aan ontdekking. Dan denken we nog net te goed, om dan zoeken we toch nog weer in onszelf, in onze gesteldheden. Wilt u door uw woord
geest hen vanavond, vanmiddag, zo bearbeiden dat u ze weghaalt van hun laatste grond. Dat de grond gaat uit de keus, uit de droefheid, uit de tranen, uit alles wat u ze geschonken hebt, aan bemoediging, aan vertroosting. En dat ze werkelijk verloren mogen gaan om werkelijk in Christus de zaligmaker behouden, gered te worden. Ja, dat ze het mogen ervaren uit uw omhelzing. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood op moeten sterven. Heere, wat u ons onthoudt vanmiddag, in spreken, luisteren, zingen en bidden, onthoudt ons toch niet de leiding en de onderwijzing van uw Heilige Geest, want die kan ons ook vanmiddag alleen in al de waarheid leiden. Open dan de schriften. Ook vanmiddag, en open ons hart voor uw woord. Scheur de hemel, scheur onze harten, wil wandelingen onder ons houden. Het gelaat van uw woord, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En versterk zo hetgene gij hebt gebracht, opdat gij verheerlijk wordt in uw eigen werk. Wees met de zieken thuis, waar ze verpleegd en verzorgd worden, wie de namen genoemd zijn, zegen de middelen en maak plaats voor de middelaar Gods en der mensen. En heilig alle smart van rouwdragende, alleenstaande, allen die het moeilijk hebben. Schenk kracht na kruis, opdat de weg in het moeitevolle van dit aardse leven niet te veel en niet te zwaar zou zijn, maar dat beleefd mag worden. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, gelooft God elk moet hem prijzen. Gedenk die vier jonge mensen die deze week hopen te trouwen voor het leven, totdat de dood scheiding tussen hen zal maken. Lieven ons verder. Werk zo in een jonge hart, zoals wij vanmorgen gehoord hebben, hoe je dat gedaan hebt bij Cleopas en zijn kameraad. Ze kwamen aan te Emmaus. U deed alsof u door wilde gaan. U lokte ze uit. En vanuit de ontvangen liefde tot u, uit het brandende hart, deden ze een heilig geweld op uw hart, Heere Jezus. Heere, ga ons niet voorbij. De avond is gedaald, ook kom mee naar binnen. Mag dat leven bij die vier jonge mensen, Heere, we hopen te trouwen voor het leven. We zeggen uw naam dank, het is uw goedheid, maar hemelse bruidegom, kom toch alsjeblieft in onze jonge harten. Neem daar de grootste plaats in, verbind ons aan u, door een oprecht geloof, vaste hoop en vurige liefde. Want de avond is nabij, de nacht is gevallen op deze aarde. En buiten u kunnen en durven wij niet te leven en te sterven. Dat is zo leeg, dan komt er niet aan uw eer. Maar in u is alleen het leven. Heere, schenk ze dat. Dat kinderlijke ontspannen, dat heilige aankleven. Opdat ook zij ervaren hoe jong dat ze zijn. En hij ging met hen mee naar binnen. Dan gaat u er nooit meer uit ook. Dan blijft u er eeuwig in. En dan neemt u ze voor uw rekening. Dan gaat u deze getrouwde mensen van stap tot stap onderwijzen ten aanzien van de dingen van dit tijdelijke leven, maar bovenal ten aanzien van de dingen van het eeuwige leven. En dan mag er een glans uitstralen over een tijdelijke huwelijk. De eeuwige glans van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid, die hij zo uitnemend heeft liefgehad, ook toen zij nog zwart was van de zonde, maar die hij schoon gewassen heeft, witter dan sneeuw die vers op het aardrijk nedervalt. Het heeft hem zijn bloed gekost. Heere, zegen deze jonge mensen. En stel ze hier of elders tot een rijke zegen. Zo zie je dan vanmiddag. In spreken, luisteren. Alles op u. En blijft alles op u wachten. Hoor en verhoor ons. Uit enkel genade. In de verzoening. En uitdelging. Van al onze zonden en ongerechtigheden. Om diens wil. Die weliswaar dood is geweest. Maar ziet. Die leeft.
tot in alle eeuwigheid. Op Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking. Het Psalm 119, de versen 21, 52 en 86. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heer zegene u en uw gaven. Ondertussen zingen wij het 119, vers 21. Dat mij, o Heere, uw goedertierenheid toch overkom naar uw beloftenissen. En ook vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En ook vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 119, de versen 21, 52 en 86. U vindt de tekstgemeente voor de bediening van het woord voor dit middaguur. Hebt u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, en nu de versen 32 tot en met 35. Lucas 24, de versen 32 tot en met 35, waar Gods woord in onze tekst voor vanmiddag als volgt luidt. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende, en zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elf te samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking, de opgestane Christus. We gaan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, die de harten doet branden. In de tweede plaats, die de voeten doet gaan. En in de derde of laatste plaats, die de monden doet spreken. De opgestane Christus. Ten eerste, die de harten doet branden. Ten tweede, die de voeten doet gaan. En ten derde, die de monden doet spreken. Gemeente, de opgestane Christus, zo zagen wij vanmorgen, is zomaar opeens weg. Voordat de twee mannen, Cleopas en zijn kameraad, er van hun bewondering enigszins bekomen zijn, is de plaats van de opgestane Christus leeg en zijn ze samen achtergebleven. Brood dat hij hun aangereikt heeft, hebben ze nog niet aangeroerd, zo stel ik mij voor. Sprakeloos zitten ze daar met z'n tweeën een ogenblik tegenover elkaar, een onvergetelijk moment. Een onuitsprekelijke ervaring. Dat gebeurt nog. Jazeker. Vanmorgen zeiden we het. Nou zeggen we het weer. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in de eeuwigheid. Daarom gebeurt het nog. Soms onverwachts en ongedachts in de bediening van het woord. Soms ook onder de bediening van het sacrament van de heilige dood. Maar ook van het sacrament van het heilig avondmaal. Ik hoop dat er zijn die daar vanmorgen bij God vandaan iets van geproefd en gesmaakt hebben. Dan met grote zekerheid mogen weten. Hij is in ons midden. En waar hij is, daar is het goed. Want daar ziet men niemand anders dan Jezus alleen. Maar zo kan dat niet blijven. Je zou het wel willen, ik ook hoor. Maar de kerk gaat weer uit. Dagelijkse werk wacht weer, roept weer. Maar Jezus is toch niet weg.
O nee, ook al zien de zijnen hem niet, hij is er wel. Daar, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand des Vaders, daar zit hij, als die biddende en dankende hogepriester, die nou dag en nacht voor de zijnen bidt en hun zaken bij de Vader behartigt. Lichamelijk is die niet meer op aarde, maar het is dan veel rijker geworden na Pinkster. Met zijn godheid, genade, majesteit en geest wijdt hij nimmer meer van de zijnen. En hij wil het de zijnen hier op aarde leren. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Daarom, mijn geliefde, is hij ook weggegaan van de Emmershangers. Om het hun te leren dat ze niet moeten leven bij zijn lichamelijke aanwezigheid, maar bij zijn bevend en krachtig woord. En dat hebben die twee goed verstaan. Dat gepredikte woord is zijn hart open gegaan. En met dat woord mogen ze, ja, kunnen ze ook verder. En er is een eerste reactie. Oh, was ons hart niet brandende in ons? Toen hij tot ons sprak op de weg. En toen hij ons de schriften opende. Kom gemeente, in onze eerste gedachte zien we dat de opgestane Christus is. Die de harten doet branden. En zij zeiden tot elkaar. Hoor je het? Nu kunnen ze weer spreken. De eerste ogenblikken hebben ze elkaar alleen maar sprakeloos verwonderd aangekeken. Ze konden geen woord uitbrengen. Dat is ook Bijbels. Dat is ook levend geloof. Is u dat ook wel eens overgekomen? Dat je vanwege de goedheid Gods, hoewel je behoorlijk van de tongriem gesneden bent, niks mis mee, maar dat je van verwondering en van bewondering geen woord kon uitbrengen. Heere, Heere. En dat voor een mens zoals ik ben. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Maar nu gaan ze spreken. De Heer doet alles ordelijk. Tijd van spreken, tijd van zwijgen. Nu gaan ze weer spreken. Wat waar hun hart vol van is. Dat is van de opgestane levensvorst. Daar loopt toch hun mond van over. Hoor. En wat is nou het eerste dat ze gaan zeggen? Leg je hart er eens naast. Gaan ze dan praten over het gemis toen hij er niet was? Over een angst? Over een benauwdheid? Over een droefenis toen hij gestorven en begraven was? Gaan ze dan breed uitmeten over hun moedeloosheid die hen in Jeruzalem had uitgedreven? Nee, gemeente, echt niet. Het lijkt wel alsof ze dat allemaal vergeten zijn. Ze spreken zelfs niet over het moment waarop ze hem herkend hebben. Ze zijn alleen maar vol, ja waarvan? Van zijn woord. Van zijn woord. Hij heeft immers de schriften geopend, zoals hij het alleen kan. Als onze mondgemeente open gaat, als jongeren en ouderen, wat komt er dan bij ons het eerst uit? Ook als we genade ontvangen hebben, onze bekering, onze bevindingen. Als wij de opgestane Christus mogen kennen door een waar en levend geloof, als we uit het woord mogen leven, dan kan het niet anders, gemeente, of we spreken ook uit dat woord. Daar verstaan we de dichter van Psalm 119, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Want door het profetisch onderwijs van de opgestane Christus uit het woord zijn de harten van die Emmersgangers gaan branden. Het was eenvoudig onderwijs. Hij sprak tot ons op de weg zomaar onder het wandel door. Gemeente, wij kunnen onderwijs krijgen op een tijd en op een plaats waar wij het echt niet verwachten. Op de weg, de vrachtwagen, op de markt, als jullie gaan vissen hier. Of terwijl we in huis zitten, of op bed liggen, of in het ziekenhuis.
De Heer is aan geen tijd nog plaats gebonden. Het was ook schriftuurlijk onderwijs dat ze kregen. Denk erom, de opgestane Christus heeft de schriften voor hen geopend. Vanuit Mozes en de profeten heeft hij gesproken met zoveel macht en liefde over zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden. Gemeente, mag u nou eens vragen, avondmaal hangen en niet avondmaal hangen, is het ons hier in Arnhem-Muiden nou ook werkelijk te doen om dat schriftuurlijke, bevindelijke onderwijs? En dan in deze volgorde, niet bevindelijk, schriftuurlijk, mis. Schriftuurlijk, bevindelijk. Zo komt de Heere nog steeds de kerk te onderwijzen, te leren, te bekeren, te voeden en te laven. Of, wees nou eens eerlijk, horen wij in wezen toch maar liever allerlei verhaaltjes, een vlotte babbel, wat beschouwingen over zus en over zo? De grote profeet en leraar heeft altijd de schriften, dat is het Oude Testament, geopend, verklaard en toegepast. Zijn prediking was altijd met macht en met gezag. Gemeente, hebben daar genoeg aan? Of vinden wij dat eigenlijk maar saai en droog en oppervlakkig? Of zit hier een volk dat zijn man, dat is mijn eten en mijn drinken? Als we het saai en droog en oppervlakkig vinden, dan denk ik dat dat meer over onze eigen geesteloosheid, dorheid en oppervlakkigheid zegt, dan over de levende Christus en zijn levend woord, die voor de emmersgangers geest en leven is. Waarom, gemeente, hebben wij hier in Arnhem-Muiden, in het herstelde verbandje, waarom hebben die emmersgangers zo'n schriftuurlijke prediking nodig? Waarom? Om werkelijk, zakelijk, grondig, schriftuurlijk ontdekt en ontmaskerd te worden wie wij door onze schuld en zonde, krachtens onze diepe val in Adam, ons ter bondshoofd geworden zijn. Diep schuldige en verloren mensen die naar rechte eeuwige dood verdiend hebben. Maar ook om afgebracht te worden van al onze verkeerde, dwaze voorstellingen van de Messias. Het is niet een Messias die komt met pracht en praal, met glamour, en die zo de weg opgaat naar de glorie. Nee, dat is een valse Christus. Hij is de Christus der schriften, die lijden moest vanuit het eeuwige welbehagen en zo zijn heerlijkheid ingaan. En deze Christus wordt ons verklaard in het woord. En wanneer hij daarin meekomt, gemeen, dat wil hij zo gaan met de bediening van zijn Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, dan begint alles te leven. Dan maakt hij doden levend. Mensen die afgezakt zijn, die geeft hij een zalig pak slaag. Die schudt hij door elkaar om ze opnieuw tot de levende gemeenschap met hem te roepen. Dan lezen wij het woord voor het eerst op bij vernieuwing, zoals wij het nog nooit eerder gelezen hebben, omdat Christus, de levende Christus, door zijn woord en geest aan ons leest en ons doorlicht en ons beschijnt en ons bestraalt. Dan horen wij de prediking die wij misschien al jaren gehoord hebben. Ik denk aan dominee Tukker die hier heeft mogen arbeiden. Ik denk aan vriend dominee Ruigrok, aan dominee Goudriaan die hier staat, dominee Voets, die naast me staat in Rijk. Ik denk ook nog aan de prediking van mijn geliefde schoonvader, dominee Heij, en het onderwijs. En dan zeg je, jongen, ja, ik heb dat al jarenlang gehoord, maar nooit echt gehoord. En nou pakt het. Nou raakt het mijn hart. Dan buigen we onze knieën. En dan mogen we ons schuldige en bedroefde hart uitstorten voor de Heere.
werken, dat kan alleen nou zijn liefde bewerken. De Emmersgangers hadden brandende harten voordat ze hem persoonlijk herkenden als de opgestane, de levende. Pas als hij weg is, let daar eens op, zeggen ze tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij onze schriften opende? Wonderlijk, vindt u niet? Ja, de opgestane Christus had zichzelf nog niet geopenbaard, maar heel hun hart stond in brand voor hem. Al hun liefde, jongen, de afslag, de smeulen ging uit naar hem vanwege zijn spreken. Nou, het is eruit. Mag ik u nou eens vragen, gemeente, jongen, nou, is ons dat wel eens gebeurd? Dat zijn woord zo voor ons, voor u, voor jou en voor mij begon te leven. Dan kunnen we ons maanden, wat zeg ik, jaren later nog herinneren. Laten we zongen met 119. Geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. En als ons hart brandt van liefde voor hem en voor zijn woord, luister eens, wees er geen twijfel. Dan ligt al het onze eronder. Echt waar. Dan neemt het geschonken geloof hem aan die zichzelf aanbiedt in de beloften van het evangelie. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En de uitgestorte liefde in het hart zo omhelst de opgestane de zijne en wederkerig omhelzen de zijnen de opgestane. Dan zou u mij met eerbied gesproken niet verkeerd opvatten, zou u hem, die opgestane levensvorst, die zo u en jou en mij omhelst, die zo ons verstand geeft met goddelijk licht bestaat, die zou hem wel willen vasthouden. Maar dat zal dan ook blijken uit de vrucht dat dat echt geweest is, dat dat van God geweest is, dat het van Christus geweest is. En geen gemoedelijkheidje, en geen toestandje, is opgeklopt. Werkelijk, van die opgestane levens was vrucht van hem. Dat zal blijken. Kijk maar, wat doen die Emmersgangers? Blijven ze nou thuis zitten, om in de stilte van de avond te mediteren, om gezelschap te houden? Bart en Kees, niet verkeerd. Ik hoop dat vanavond doen mag. Zoek mijn kamer op. Leven zoek leven. En dan gaat het niet om de mens en zijn ervaring als het zuiver ligt. Dan gaat het over de gangen van je God en koning. Ik denk dat daar veel te weinig over gesproken wordt. Tot uitlokking voor anderen. Tot grootmaking van Gods naam. Dat mag je best doen. Dan mag je vragen. Heere, zou u mij eens iemand op mijn weg willen plaatsen? Ja, die u mag kennen. En niet om elkaar ijdel op te bouwen, dat bedoel ik niet. Natuurlijk niet. Maar om goed en groot van de Heer te spreken. Om onderwijs te krijgen. Dat gebeurde vroeger veel meer. Dat hebben we nodig om onze jonge mensen. Die horen dat bijna nergens meer. Een verplichting voor de geoefenden ook in ons midden. Voor het nageslacht. Ontvang ze in liefde. Geef ze schriftuurlijk, eerlijk, hartelijk onderwijs. Doen ze dat dan? Zeggen ze van nee, we blijven nou mooi zitten. We hebben zoveel meegemaakt, we moeten eerst een beetje van onszelf komen. Hoe heb jij dat nou ervaren? Dat zeggen ze niet, gemeente. Verder, ze gaan op pad door de kracht van die heerlijke open. Ze gaan op pad, ze kunnen niet blijven zitten waar ze zitten. En dan zie je onze tweede gedachte, dat het de opgestane Christus is die de voeten doet gaan. En zij, lees mee met de tekst, en zij opstaande terzelfde uren. Ze staan met één op. Wij zouden zeggen, ze hebben het eten nog niet eens op. Ze hebben nog niet eens gedankt, nog niet eens gelezen. Wellicht zijn ze niet eens aan begonnen. Ze hebben zoveel van het levende brood des levens ontvangen, dat ze nu aan gewoon brood geen behoefte meer hebben. Christus, de levende Christus, was de spijze van hun ziel en de drank voor hun dorst. Dat kan. Echt waar, als ons hart in brand gezet wordt vanwege de liefde Gods in de opgestane Christus,
dat we dan eten en drinken en slapen vergeten. Ik zal niet al te persoonlijk worden, want ik moet het woord preken. Dat doe ik. Dat begin ik. Maar ik wil toch wel iets zeggen. Uit een persoonlijke pastoraal leer dat ik mensen ken. Waar het zo krachtig was. Ook een jonge vrouw met kinderen. Overgoten door de liefde Gods in Christus. Maar één begeert om bij de Heer te mogen zijn. En ze vergat het eten. Ze kon goed koken. Ze viel ook wat af. De Heere was haar eten en haar drinken. Dat ze zegt, Heere, Heere, ik heb een lieve man en kinderen voor te zorgen. Neem toch alstublieft iets van die overstelpende liefde weg. Want ik sterf eraan. Ik ben ongeschikt om nog langer op aarde te zijn. Ik kan zo mijn werk niet doen, Heere. Zou u alstublieft er wat terug willen nemen? Want ik heb hier nog een taak. Dat kan. Dat je er zo van vervuld bent, hè, dat het natuurlijke in die fase als het ware op plan nummer 2 komt. Nou, ik denk dat het daar ook zo geweest is. Ik ben er heilig jaloers op. Ik hoop ook jullie. En nu hebben deze mannen nog maar net die hele afstand van ongeveer 11 kilometer afgelegd van Jeruzalem naar Emmaus. En nu? Door de kracht van die opgestane binden ze opnieuw hun schoenen van de bereidheid van de evangelie des vredes weer aan om het hele eind terug te lopen. Terzelfde uren, zegt Lucas. De godsdienst zou zeggen, moet dat nou? Hardlopers zijn doodlopers. Kan dat nou niet even wachten? Morgen komt er hopelijk toch nog een dag. Die geloven, die haasten toch niet. Doe nou eens een beetje voorzichtig. Vloei niet zo door. Doe niet zo optochtelijk. Daar verstaan we in wezen denk ik net niks van. Terzelfde uren. Ze zien geen leven en weer op de weg. Terzelfde uren. Oh, wat is dat toch beschamend voor mensen die de kerk te ver vinden. En de dienst te lang. Ja, die menen aan één dienst per zondag wel genoeg te hebben. Het geloof dat door de liefde werkt, is echt niet zo bang hoor, voor te ver, te lang, te vermoeid. Met brandende harten, gemeente, kunnen onze voeten een heel eind lopen. Denk aan Elia, als nodig, als God het nodig had, wel 40 dagen. En 40 nachten, de kracht van die spijzen, ging Elisa door de woestijn. 40 dagen, 40 nachten. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Denk maar niet te klein van de Heere. Want die de Heere verwachten, Boris, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen en niet moeten worden, wandelen en niet mat worden. Zij. Dat is ook onze aandacht eventjes waard. Zijn beide. Het is niet zo gemeente dat de een weg wil en dat de ander thuis wil blijven. Niks ervan. Ze willen samen op weg. Samen op hem die de weg en de waarheid en het leven is. Stel naar de broeders en zussen in Jeruzalem. Dat trekt. Dat voel je toch zeker wel. Dat moet eruit. Leven zoekt leven. Dat komt ook niet elke dag voor. En dat komt ook niet in ieder gezin voor. Dat twee harten gericht zijn op dat ene doel. Samen de Heere dienen. Samen van ganser harte wandelen. In de wegen des Heeren. Mensen die gaan trouwen, die verkering hebben. Vraag erom. Buig samen. Je knie op God je ook verbinden wil aan hem. Aan zijn lieve zoon, aan zijn woord, aan zijn dienst. Zelfs twee vrienden die één zijn in de Heere, verstaan elkaar soms niet. Trekken soms gescheiden, ook kerkelijk gescheiden, naast elkaar op. Wat is er overgebleven van de stok lieflijkheid? De stok hatelijkheid? De stok samenbinder is samen verslinder geworden. Hoewel er ook nog enige goede dingen onder ons in Juda zijn, dat hier dwars door kerkmuren, alle pijn en moeite die dat met zich meebrengt, zegt toch
pelgrim van God. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ook moeten vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Zoek die eenheid, die geestelijke eenheid, ook in Christus Jezus, hier tot onze beschaming en tot onze bemoediging en troosting, hier een kostelijke, hartelijke samenbinding, een hartelijke overeenstemming, samen hebben ze in het donker gezeten. Samen in het gemis gelopen, wij hoopten dat hij was. Voor beiden is het licht opgegaan. Samen willen ze ook in het licht wandelen. Dat vriendelijke, vrolijke levenslicht, dat zo lieflijk afstraalt van het aangezicht van een zeer beminde zielenbruidegom. Kijk eens, daar gaan ze. De avond is al gedaan, de maan schijnt, de sterren fonkelen al aan de hemel. Maar helder is het licht dat in hun harten is opgegaan. De weg, dat moet toch zeker met mij mee, gemeente. De weg duurt dan ook helemaal niet lang. En ze hebben zoveel herinneringen. Waarom, zo vraagt u, hebben ze toch zo'n haast? Wel, omdat ze door brandende liefde gedreven worden. En omdat genade mededeelzaam maakt. Over kenmerken gesproken. Genade is een zeer gunnend goed. Als u een kruimel genade ontvangen hebt. En het is levend in u en in jou en in mijn hart. Zal ik eens plat zeggen? Dat snap ik allemaal. Dan zou ik aan een ieder met een paplepel willen ingieten. Dan zou ik tegen heel arme meiden willen gaan zeggen. Dat God in Christus goed is voor een slecht mens. Als voor mij kan, dan kan het voor heel arme muiten. Echt hoor, dat is genade. Zeer gunnend. Goed, dat zie je ook hier. Als die opgestane levensvorst zich nou aan ons heeft geopenbaard, die zo traag zijn, doe maar, houd erop op. Waarom zou hij het dan ook niet aan een ander doen? Daar in Jeruzalem. Zitten ze misschien nog in het donker te klagen en te wenen? Oh, ik voel het. Ze moeten het weten dat ook voor hen het licht is opgegaan. Zeg het allen dat hij leeft. Wanneer wij de levendmakende kracht van de opgestane Christus ervaren hebben, dan zouden wij gaan het tegen en ieder willen zeggen, Jezus leeft, wat zoekt ge toch langer? De levende bij de doden zoekt hem waar hij zich laat vinden in zijn huis onder de zuivere prediking van het woord. Hij leeft. Weet u, weet jij dat ook al met uw hart, die vanmorgen aan de bediening mag komen en die niet aangegaan is? Weet u dat? Weet jij dat? Weet ik dat? Was noodzakelijk om in beginsel voet u. Kennis aan te krijgen. Moet je vasthouden voor jezelf. Dat buiten is geen leven. En je kunt niet marcheleren. Dan leeft in ons hart. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. Schepper moed uit mijn behoudenis. Dat gaat in ieder doen. Door de opgestane Christus. Persoonlijk in zijn of in haar leven ontmoet het spreken van hem. Goed spreken en hem aanwijzen, hem aanprijzen. Niet koud en kil, want je moet geloven. Nee, de onderkruipen, solidair in de schuld, in het gemis, en het de trekkende liefde als ambtsdrager en niet naast zo'n jongen gaan zitten, naast zo'n man. Hoe ligt het, jongen? Waar loopt het over? Bij de handvatten. Niet slaan, niet schuppen. Bij de handvatten. En hij leidde hem tot Jezus. Wat hebben we daar behoefte aan? Aan mensen, ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Die dat op een bijbelse, persoonlijke wijze kunnen en mogen doen. Bid daarom, want dan wordt de gemeente werkelijk in de
diepte gebouwd. Als dat door de Heilige Geest in alle spontaniteit, ambtelijk en niet ambtelijk, mag functioneren. Tegen de vrouwen heeft Jezus gezegd, ga heen, verkondig het mijn broeders. En tegen de Emmausgangers heeft hij het niet gezegd, toch? Maar ze doen het toch. Ze kunnen het niet nalaten te spreken aan wat ze gehoord en gezien hebben. Nou, is dat nu ook onze brandende begeerte geworden, gemeente? Doe, doorzoek je hart eens, onderzoek het eens ook in deze nabetrachting. Is dat nu ook in beginsel onze brandende begeerte geworden? Goed en groot van de Heere en van zijn Christus te spreken, te zeggen, komt, kom joh, komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoeft innert. In onze derde of laatste gedachte zien wij dat de opgestane Christus is die de monden doet spreken. Ze naderen Jeruzalem. En in Jeruzalem aangekomen gemeente vinden ze de elven en die met hen waren. Dat betekent mensen die hem kennen, die hem lief hebben en die hem missen. De band aan hem geeft een band aan elkaar. Zoete banden die mij binden aan des Heere lieve volk. Wees het zij mijn hart te vrienden, hun taal, mijn zielentolk. Ze spreken over hem, niet over hun eigen. Wissen zou zeggen, kijk het eens na bij jezelf. Hoe onderwerpelijker, dat betekent hoe bevindelijker, hoe dieper de Heere u inleidt persoonlijk in het werk van Christus, des te voorwerpelijker word je. Dat moet je goed verstaan, anders ga je er mist in. Maar wissen wil zeggen, hoe onderwerpelijker de Heere door zijn woord en geest u laat genieten wie Christus voor u is, des te voorwerpelijker wordt u. U gaat u steeds meer uitdrukken in prediking, catechese, pastoraat, in je huwelijk, in je gezin, op school, met de taal van het woord. Dan die Bijbel, dat is het boek van de Heilige Geest. Je hebt geen behoefte aan al dat moderne evangelische gedoe, niks van God bij, meestal. Het is vaak zo remonstrans als ik weet niet wat. Daar krijg je een heilige afkeer van, maar een brandende genegenheid om met de taal van de schrift, met de schrift te komen, met de levende Christus, om daar schuil achter te gaan. Dat bedoelde professor Wisse, hoe onderwerpelijker de Heere zijn volk komt te onderwijzen, des te voorwerpelijker worden ze. Een doorgeleid kind van God, 97 jaar, mijn vriendin, ze leeft nog. Joh, zegt ze, in het begin, in die eerste tijd, leefde ik veel te veel op mijn gevoel uit wat losse teksten. Gevoelde ik het, dan geloof ik het. Maar de Heer heeft doorgetrokken, afgesneden van mij en van mijn werken, van mijn leven. En heeft mij een leven gebonden, jongen, zegt ze. In het woord was, toen heb ik dat woord aan mijn hart mogen drukken. Toen leidde de Heilige Geest mij naar de Christelijke Schriften. En die leidde mij in Psalm 119. Dat ging helemaal open. Daar ligt nou mijn bekering in, mijn rechtvaardigmaking, alles. Daar ligt mijn vastheid in. En ik mag door een geschonken geloof, als ik aangevochten word, uit zwakheid weer in zonde val, dan mag ik door de oefening des geloofs gelovig gebruik maken van wat mij in Christus, die dierbare borg mij geschonken is. Maak in uw woord, Heere, mijn gang en treden vast. Want dat is het woord, Heere, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Dat bedoelt wissen. Vaster gemaakt te worden in het eeuwige verbonden genade in de persoon van Christus, in zijn vernedering en in zijn verhoging, dan krijgen wij gefundeerde christenen. Christenen die door genade worden opgericht, die met beide benen diep verworteld zijn in de schriften. In Christus zelf. Sta daarna. Zoek dat. Heere, hij maakt mij uw wegen.
door uw woord en geest te kennen. Dat is groeien in het geloof. Over groeien gesproken. Het is sterven aan jezelf. Minder worden. En hoe langer, hoe meer je leven stond buiten jezelf, in God en in zijn Christus, en zijn dierbaar woord te zoeken, pas dan op in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus, om hem te mogen leren kennen en vervolgen te kennen, want in hem ligt een oneindige, onuitputtelijke rijk. Dom van genade, zijn persoon, zijn namen, ambten, naturen, staten en weldaden. Mensen, dat is een goudmijn, daar kom je nooit mee klaar. Lees dat boek eens, het zien op Jezus. We zijn er ook weer aan begonnen. Uiteraard kan je weer beginnen. Maar de Bijbel gaat erop. De Schrift gaat erop. Die zijn het, die van mij getuigen. Moeders met kinderen, je hebt je gezin, natuurlijk. Je mag niet meer liefde doen. Probeer niet wettelijk, als die kinderen op school zijn, de deur uit, probeer naar omstandigheden voor jezelf een vaste orde te hebben, op de knieën te gaan, een stukje te lezen, en om het aantal verschillen, stofzuiver of ramen zeven, probeer te herkallen, hè, in afhankelijkheid van de Heer. Nou, zo wil de Heer een derde ding graven, om zijn kinderen op zijn tijd en wijze ook te leiden tot de volle verzekerdheid des geloofs. Dat valt echt niet zomaar een bom uit de lucht, geloof ik maar niet. Daar gaat de Heer een bedding voor graven, een kanaal voor graven, een sfeer voor scheppen. Namelijk de kinderlijke vrezen des Heeren. En in die weg van zijn inzettingen, daarin heeft de Heer het beloofd. Daar zal ik bij je komen en tot je spreken. Daar zal ik mezelf heerlijk aan u, aan jou openbaren. Wat zongen we morgen op les? Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Daar komt het heilgeheim. Wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, getoond. Je hoeft niets te pakken en te rijpen. Wordt je geschonken. Om niet uit genade zijt gij zalig geworden, volk. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Dat geen mens zou roemen, maar die roemt. Mag ik ook wel eens doen? Die roemen in de Heere. In de vrije gunst die eeuwig hem beloog. Daar spreken ze over. Over de grote werken Gods. Werk van Christus. Gekruisigd, gestorven. Maar ook, zoals de personen gehoord hebben, opgewekt. Overgeleverd om onze zonde. Opgewekt om vanwege of tot onze rechtvaardigmaking. Langzamerhand, zo zagen wij, is de droefheid in blijdschap veranderd. Vanmorgen was er nog geween. Maar nu het avond is, gemeente, kom, verwondert u, is er gejuich. De vreugde van de koning, die uit de dood verrezen is, is door de Heilige Geest hun vreugde geworden. Niet alleen anderen, maar ook ons, ook mij. En ze hebben daar in Jeruzalem hem nog niet gezien. Maar wanneer die twee emmershammers daar die zaal betreden, hè, dan roepen ze het hen al toe, voordat zij zelf één woord kunnen uitbrengen. Zo is het. Roepen ze uit die zaal in Jeruzalem hen al toe. Letterlijk, waarlijk, opgestaan is de Heere. En is van Simon gezien. Dat roepen ze daar uit die zaal. Al is tegen hun eigen ongeloof in. En tegen hun eigen trage hart in. Waarlijk, opgestaan is hij. Want hij is de opstanding en het leven. Zal hij dan door de dood gehouden kunnen worden? Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En gij hebt het, o God, de Vader, hem gegeven. En een van de eerste gemeenten aan wie de opgestane verschenen is, is Simon Petrus. Ik zie gelukkig heel veel jonge kinderen. Sommigen die slapen, maar dat geeft niks als boor. Je zit er toch bij, hoor. Kostelijk.
Jullie kennen Simon Petrus toch zeker wel van de basisschool en van de zondagschool. Die kennen jullie goed. En dan zeggen ze erbij, en hij is van Simon gezien. Simon Petrus zit er zelf bij in de zaal daar. Roept hij ook mee? Of zit hij zich in de stilte, een beetje achteraan zo, daar te schamen over zijn ongeloof? En dat hij tot 3 maal toe de Heer Jezus verloochend heeft? Of zit hij zich stilletjes te verwonderen over zoveel opzoekende zondaarsliefde dat de opgestane Christus zich ook persoonlijk onder 4 ogen aan Simon Petrus heeft geopenbaard, zodat die man als het ware versmolten ligt in de liefde van Christus? Ik kan het niet vatten. Ook voor mij, ook van mij gezien. En de andere discipelen hebben Simon gelijk weer opgenomen in de kring. Ze hebben niet gezegd, Simon, jij komt er niet meer bij, man. Jij bent eruit gevallen. Je komt er nooit meer bij. Nee, ze waren zelf niks beter. Ze hebben hem toch allemaal verlaten en in de steek gelaten. Ze zijn er allemaal bij hem vandaan gelopen. Wie heeft er Petrus nog iets te verwijten? En nu zijn ze met elkaar blij dat de Heer naar Simon heeft omgezien. Ze hebben iets gemeente van de barmhartigheid van die medelijdende hoge priester die met innerlijke ontferming bewogen is. Zo zijn ze met elkaar verwonderd over zijn trouw, zijn onbezweken trouw die nooit te val van hun ellendigheid getogen zou, maar ook verwonderd vooral over zijn opzoekende liefde. En dan staan zij niet in het middelpunt. Oh nee, dan staat de opgestane Christus zelf in het middelpunt. Nu zijn de emmersgangers aan de beurt om hun ervaringen te vertellen. U kent de uitdrukking, niet waar? Ze zingen bij beurten. Nou, dat zie je ook hier. Nu de emmersgangers. En nu gaan zij vertellen wat op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van brood. Wat op de weg geschied was. Dan gaan ze eerlijk, sober, eenvoudig vertellen hoe ze daar gelopen hebben in diepe duisternis en moedeloosheid. En hoe hij naast hen kwam lopen. En hoe hij hen zo lieflijk uithaalde, uitlokte. En hoe zijn hart hebben uitgestort. Hoe hij ze bestraft heeft, liefdevol. Maar wel bestraft, vermanen. En hoe hij hun de schriften opende, openlegde. Zodat ze erin meegenomen werden. Maar ook hoe zijn heilige geweld op hem gedaan hebben. O, blijf toch bij ons, want de avond is gedaald. Kom alsjeblieft in ons huis. En ook de climax. Hoe hij in dat huis als gastheer de leiding nam, het brood brak en het zegende. En hoe de schellen van hun ogen zijn gevallen, dat is hun geloofservaring. En met die kostelijke geloofservaring verrijken ze weer de kring van de discipelen in Jeruzalem. En zo stemt het net als een goed orgel met bas en hoge tonen. Dat stemt in Jeruzalem wonderbaarlijk overeen. Daar hoor je geen dissonant op dissonant, maar harmonie. Goddelijke hemelse harmonie. Ze zingen bij beurten. Hij is van Simon gezien. Ja, zeggen de vrouwen. En hij is ook van ons gezien. Ja, zeggen de emmersgangers. Maar ook van ons. Ook van ons. De wijze waarop is verschillend. Het is de vrijmacht Gods. Maar de ontmoeting was dezelfde. Allen hebben ze de levende Christus gezien. En bij allemaal was er ongelooflijke traagheid van hart. Maar bij hem, bij hem was. En is nog steeds hoor. Opzoekende liefde. Gelukkig gemeente. Dat de Heer met een ieder van zijn kinderen een andere weg gaat. Zo kunnen zij van elkaar leren. Maar met alle verschillende ervaringen komen ze toch weer terecht bij hem die de opstanding en het leven is. En bij allemaal
is er diezelfde verwondering ook van mij. Ook van mij gezien. Ook van mij. Ik ben ontijdig geboren. En vult u maar aan uit uw eigen leven. En wie hem zo heeft ontmoet, het gelaat van zijn woord, in de tekenen van zijn liefde, die zal ook naar die mate goed en groot van hem spreken. Want Jesaja zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Daarom zal mijn hart en mond des Heeren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heeren aan. Dat zouden we nou ook kunnen gebruiken voor u en voor jou. Die mens bittere strijd is afgebleven te moeten en niet te kunnen, die nog in raadselen verkeert, die toch een betrekking gekregen heeft vanuit de ontdekking aan zijn verloren staat en toestand op die gezegende, al genoegzame Heer Jezus Christus. Maar er is geen kracht om uit te breken. Hij ziet u wel. Wees niet al te zeer bedroefd dat gij verloochend hebt en dat je tegen de Heilige Geest gezondigd hebt, dat is zo niet. Hij is mild, hij weet wat van zijn maaksel zijn te wachten. U hoeft niet in de wanhoop te komen, alleen sta, smeek hem, of hij door de bediening van vanmorgen en door het woord vanmiddag, of hij door wil trekken, Heere, doorgrond en ken toch mijn hart. En het kan zijn dat ik bewust niet een verloren mens word. Dat ik een bepaalde zonde aan de hand houd waardoor u niet door kan breken. Heren, dit is ook geen leven. Trek maar door. Wat ik kwijt moet, heren, sla het desnoods met geweld onder mijn hart en voeten weg. En zet me als een armoedzaaier, een bankroetier, een schipbreukeling op hem die de rotssteen Israëls is. En dan denk je, dan zal er eens dit moeten gebeuren. En zus en zo, dat dacht ik ook wel eens. Het kan, maar het kan ook zijn dat de Heer je beschamende zegen geeft. Ook aan u die nog nooit aan de bediening geweest is. En die toch van dood levend gemaakt is. En die toch een betrekking hebt gekregen op de Heer Jezus. Maar zo onder de asopeste kan zijn door onkunde. En het kan ook zijn dat hij er van de andere kant komt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dat geschieden, dat is mijn begeerte voor kinderen, voor jongeren, voor adelaanhangers en niet-adelaanhangers. Dat hij door middel van de bediening van zijn woord en sacrament ons uitlokt. Hoe koud en hoe dood we zijn in onszelf, dat hij door de warmte van zijn liefde ons hart voor het eerst inneemt en doet wegsmelten. En dat hij ons zo voor het eerst op bij de nieuwe in de schuld zet. Oh, als ik deze zalig maken, die opgestane levensvorst, niet ken, die ik vanmorgen en vanmiddag heb horen verkondigen in de bediening der verzoening, als ik hem mis en blijf missen, oh mens, dan mis ik alles aan. Gods eer, Gods gunst en eeuwige onvergankelijk leven. Mijn verzuchting is dat God het voor u allen gebruikt om u allen wakker te schudden en leven te maken en uit te lokken in een heilbegeerte. Heer, Jezus, ontferm u mij er, opdat u ook op zijn tijd zal kunnen zeggen, en hoor eens, nou mag ik ook in dat koor meegetuigen. Nou heeft het de Heer Jezus behaagd zichzelf ook aan mij te openbaren. Toen en toen, onder die prediking, ik had er eigenlijk helemaal niet op gehoopt en naar uitgezien. Maar hij kwam door gesloten deuren. Hij verbrak ijzeren grendels en hij sprak met zoveel liefde en zoveel kracht. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En toen bracht hij alles mee voor een al bederven.
ogen des geloofs om op hem te zien. Oren des geloofs om zijn stem te horen. Voeten des geloofs om tot hem te komen. Want ik kan mezelf leren kennen als een metiebeus bovenzet. Met twee kruppelde benen kan hij één eigen stap net doen. En hij bracht ook nog mee twee armen en handen des geloofs. Om hem te ontvangen die zichzelf daarin openbaart en wegschenkt. Ik voor u. Opdat u en jij en ik voor het eerst op bij vernieuwing mag zingen. Met hart en mond. Met een ieder. Die de verschijning van de Heer Jezus in onverderfelijkheid heeft liefgekregen. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Amen. Ja, amen. Wij gaan ervan zingen het 103, het 11e vers. 103 vers 11. Laat ons dankzeggen met de laatste bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Onze slotzang is uit 116, het 11e vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. 116 vers 11. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.